Vandaag heb ik echt supergoed nieuws voor jullie en vooral als je een free-to-play speler bent. Dat houdt in dat je geen geld uitgeeft in Brawl Stars, want in de shop is er nu echt een supergoeie Stardrop aanbieding die volledig gratis is. Maar voordat we erin gaan duiken heb ik eventjes een mededeling, want al mijn merch is weer op voorraad. De glitch hoodies zijn op voorraad, de neon hoodies zijn op voorraad, alle normale shirts zijn op voorraad, er zijn neon shirts, er zijn zelfs glitch shirts, het is er echt allemaal. Dus schaafjes naar KoloniArmy.nl via de link hier beneden. Als we naar de winkel gaan, zie je een hoop gratis icoontjes. Als eerst gaan we eventjes het dagelijkse cadeautje ophalen natuurlijk. Het is niet superveel, maar het is altijd mooi meegenomen. We hebben XP-verdubbelaar. En dan krijgen we als het goed is nog eentje. Oh nee, ik krijg er nu niet nog eentje, want het nieuwe seizoen is echt letterlijk 5 minuten geleden begonnen en ik heb de Brawl Pass nog niet. Maar als we hier naar links gaan, zie je dat je 10 gratis Star Drops kan claimen. Ze zijn helemaal gratis. Normaal moet je daar zo lang voor grinden en nu krijg je ze gewoon gratis. Het is echt insane. We gaan ze nu allemaal openen en dan gaan we daarna lekker wat potjes spelen als we bijvoorbeeld een skin krijgen of een nieuwe knokker. Ik weet het niet, maar we gaan ze nu openen. Here we go! Dit wordt dus de eerste. Oh, hij moet lang inladen. Oh, dit is zo insane. De eerste krijgen we... Oké, we moeten altijd eventjes met de zeldzaam beginnen natuurlijk. Maar later krijgen we denk ik wel wat mythics, wat legendaries, ik weet het niet. Voor nu hebben we 25 krachtpunten, dat is niet heel bijzonder. Wacht, kan ik ze ook gewoon zo... Oh, wat? Je kan ook gewoon in één keer tikken. Misschien is dat wel sicker, ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij hebben een epische Stardrop. Here we go. Wat krijgen we? Krachtpunten. Je gaat me niet vertellen dat ik alleen maar krachtpunten ga krijgen in deze video. Dat zou ik heel erg stom vinden. Twee zeldzame, één epische. Maar we hebben er op zich nog 7 over. Dit is dus nu de 4e. En dat is weer een zeldzame. Dat is hartstikke jammer. Weer krachtpunten, verdorie. Wat krijgen we voor de 5e? Weer een zeldzame. Wat is dit nou weer? Dit is dus de 6e. En oh, gelukkig super zeldzaam. Ik dacht wel eventjes dat we weer zeldzaam zouden krijgen. Dan is dit, geloof ik, de 7e. We naderen al het einde. En dat vind ik super jammer, want we hebben eigenlijk nog helemaal niks goeds gekregen. Zeldzaam. Serieus? Ik wil op zijn minste mythische, please. Het zijn er flipping 10. Oh, we hebben nu al super zeldzaam. Dat is insane, dat belooft veel goeds. Episch, nu al episch. We hebben letterlijk nog 2 tries. Please, legendarisch. Nee, oké, please, mythisch, mythisch. Oh, hij blijft op episch. Dat is jammer. 200 muntjes. Dat valt een beetje tegen voor een epische, moet ik heel eerlijk zeggen. En dit is dan geloof ik de laatste. Of de ene laatste, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar we hebben zeldzaam. Nu al super zeldzaam. Oh, hij blijft op super zeldzaam. Dat is jammer. Maar wat krijgen we? We krijgen 100 muntjes. En dit is dan wel echt de laatste volgens mij. Wat krijgen we in de laatste Stardrop? We hebben nu al super zeldzaam. Please, geef me op zijn minst nog episch. Kom op, laatste kans. Nee, hij blijft op super zeldzaam. En dan krijgen we 100 muntjes. Ik denk oprecht dat deze aanbieding rigged is. 10 Stardrops. En we hebben maar 2 epische gekregen. Nou, op zich hebben we ook nog deze van de Gouden Week. Dan pakken we die nog maar eventjes. En dan hoop ik op een legendary, please. Episch. Gelukkig. Oké, we hebben nog 3 epische gekregen in deze video. Dat had ik niet verwacht. Maar here we go. Wat krijgen we uit de laatste Stardrop? 100 krachtpunten. Dankjewel. Nou, dat was het voor deze aanbieding. Volgens mij heb ik in de club gelezen dat sommige mensen best wel wat leuke dingen hadden gekregen uit de Stardrops. Oh nee, Justy zegt, ik had niks uit die Stardrops. Oké, ik ben dus niet de enige gelukkig. Justy had ook gewoon helemaal niks. Oh ja, en het nieuwe seizoen is nu ook begonnen, maar daar ga ik later nog een video over maken. Ik ga later ook de Brawl Pass kopen en... Lily kan je nu ook met credits unlocken. Nou moet ik echt nog iets van... Nog iets van 600 credits of zo. Dus die ga ik niet unlocken anytime soon. Maar ik denk dat we voor nu nog eventjes een potje gaan spelen. Ik wilde eigenlijk een potje gaan spelen met de nieuwe skin die we dan zouden krijgen uit de Stardrops. Maar nee. Zij hebben een Mortis en een Carl. Oké, ik zie de derde speler nog niet echt. Mortis gaat hier in het bosje zitten. Oh, wat? Hij zat daar! Oh my god, de derde speler was Buzz. Dat is super sneaky. Dat is echt heel sneaky. Alleen hij kan me net niet killen. Dat is dan weer een beetje slecht. Ik denk dat hij zo wel zijn super heeft, maar nu is hij dood. Oké, dat was dan weer niet zo heel erg slim van hem. Hij had mij eigenlijk echt gewoon een dikke sneak attack gegeven. Alleen, ja, hij deed niet zo goed. Zij hebben nu wel een beetje controle over het midden. Dat is wat minder. Maar als Dynamite kan ik ook niet zo heel erg veel doen. Dit is volgens mij niet een hele goede map voor Dynamite. Oh, dit is dan wel weer nice. Dit is heel nice. Ik heb die Carl. En dan pakken we nu die bus. Oh, dit is Mortis. Pas op. Oh, crap. Ik gooi per ongeluk mijn bom. Dat is echt super dom. Oké, we moeten een beetje vluchten. Volgens mij heeft Mortis alles. Ja, Mortis heeft alles. Ja, Mortis staat nog steeds hier. Kom op, we moeten die Mortis pakken. Kom op, hij is zo low. Pak die Mortis. Oh my god, misschien moet ik hem even shocken.
Wat ziek idee, die was nice, die was heel nice. Nu hebben we weer controle over midden. Oh, damn, die Mortis snatcht hem echt hard. Die Mortis is best wel goed volgens mij. Oh, die Mortis die zit daar. We hebben hier ook de bus. Oh nee, die bus komt wel heel dichtbij. Oké, help! Iemand, help! Yes, dankjewel, dankjewel. Oh, nee, 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 nee. Nu die Mortis. Pak die Mortis. Goed zo, we hebben de Mortis. Let's go. Dan nu de Carl. En dan hebben we gewonnen. Yes, nu gaan we gewoon lekker verstoppen. En dan hebben we gewonnen. Even kijken, we spelen tegen BM's en Jackie. Oké, we spelen nu trouwens ook Gevarenzone. Dus dat is wel even leuk. Daar is Ems rechts en daar is de rest. Oh, wat? Die Jackie heeft echt iedereen gekillt in één keer. Dat is niet zo heel nice. Weet je wat? Ik blijf nu een beetje achter. Gooi ik af en toe even wat bommetjes. Hoppa, die daar. Oh, wat? Ik wilde mijn super gooien, maar ik gooide mijn super niet volgens mij. Wij hebben nu weer een beetje controle over de zone. Oh, pas op die Jackie. Pas op die flipping Jackie. Ren. Ja, heel nice. Jackie dood. Oh, wat? Ik gooi per ongeluk mijn bom. Oh my god, dat is zo dom. Nee, nu hebben zij weer controle. Ik heb mijn super geweest. Nee. Nee, je gaat niet emoten. We moeten sweaten. Oh, nice. Huh? Die Max heeft echt iedereen in er eentje gekild. Heel nice. Oh, en nu gaat iedereen weer dood. Oh, die Jackie waste daar super. Heel nice. Heel nice. Pak die Jackie daar. Hey boys, we moeten op die zone gaan. We gaan verliezen. Pak die Ems. Heel goed. Heel goed. Dan gaan we eventjes healen. Gaan we even healen en nu op die zone staan. Wat? Ik kon mijn super niet gooien. Bam. Yes. Oké, okay, nice. We hebben in ieder geval wel die B. Ik weet niet waarom ik mijn super niet kon gooien. Dat kwam volgens mij door die Jackie. Ja, sorry. Ik ben echt hard aan het zweten hier. Maar deze gaan we denk ik verliezen. Ja, we moeten nu wel een beetje blind op de point gaan springen. Want anders gaan we echt verliezen. Yes, nice. Nice, nice, nice. Met mijn bom had ik er gewoon 2. Dat was insane. Oké, okay, nu moeten we op deze zone blijven. Crap. Dat was zo dom. Ik gooide mijn bom. Alleen dat deed bijna geen damage. En ik gooide een schokgranaatje op B. Oh, nee. Ja, dat was ook op zich wel een close potje. Ik had wel verwacht dat we die zouden verliezen. Maar ik had wel een beetje verpest op het einde. Meneer Rico, lopen. Ja, goed zo, bro. Oh, damn. Ze springen echt meteen op de point. Ja, dat is dus super dom. Oh my god. Heel lekker gedaan, meneer Frank. Heel lekker gedaan. Gaan we eventjes healen. En dan komen ze hier weer aan. Dan gaan ze er weer gewoon blind opspringen, zo te zien. Dit is zo dom. Oh my god, wat doen ze? Hier, ze rennen echt gewoon op ons af. Gooi ik een bommetje erop en zijn ze allemaal weer dood. Oh, damn. Nu verslaan ze ons wel een beetje. Oh, ben ik net gekild door die shockwave. Dat is wel heel naar. Nee, dit is wel echt een easy win. Ik vind het wel jammer dat als je één potje verliest... dat je dan echt meteen tegen de slechtste tegenstanders ooit speelt. Hoppa, Shelly is geshockt. Shelly is dood. Nog even die Dynamike. Had ziek idee. Dat waren 3 kills van mij volgens mij. Dat was insane. Hier, schokgranaatje, pats. Nou, daar komen ze weer aan. Schokgranaatje en pats. Waren dat ze alle 3? Oh, nee, nee, huh? Of was dat een kloon? Ik weet het niet. Had ik nou 3 kills met 1 bom? Dat is echt insane. En ze blijven hier maar heen lopen. Stop met hier blind heen rennen, joh. Dit zijn echt de grootste bots die ik ooit heb gezien. En dit is op drempel 14 of zo, hè? Oh ja, kijk dit. Hier. Boom. Dat waren 3 flipping kills. Dat was echt een heel weird potje. En ik heb nu pas door dat deze Robo Dynamike... bestuurd wordt door een kuiken. Dat was het weer voor deze video. Smash eventjes op die like als jullie meer Brawl Stars willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!